Welkom bij het kasteel Das Primo Linde, het kasteel van Oudreken. Het kasteel Das Primo Linde werd in 1595 opgericht in karakteristieke Maaslandse renaissance-stijl op de resten van vroegere burchten. Begin 19e eeuw werd het kasteel bij keizerlijk decreet een bedelaarsgesticht, dat dan 90 jaar later werd opgeheven en vervangen door een heropvoedingsgesticht voor jongeren. Later startte de Belgische staat een grootscheepse bouwcampagne die de bedoeling had het domein tot krankzinnigheidsgesticht om te vormen. Omwille van de Eerste Wereldoorlog zou het nog tot 1921 duren alvorens de Rijkspsychiatrische inrichting in werking kon treden. In 1982 kocht de provincie Limburg het kasteel en 10 jaar later werd het eigendom van NV Domein Rekheim. Welkom in de Sint-Pieterskerk. De parochiekerk Sint-Pieter werd in 1722 gebouwd in het kleine stadje Rekheim. Amper 30 jaar later brandde de kerk af samen met 21 huizen. Op kermisdag 4 september 1774 werd er weer een hoogmis opgedragen in de herstelde kerk. Door de bouw van een grote kerk in het Kleinveld werd de oude parochiekerk midden de 20e eeuw overgenomen door het gemeentebestuur om ingericht te worden als museum. Door hoge restauratiekosten konden de werken pas in september 1996 voltooid worden. Sindsdien is de museumkerk een veelbezochte bron van informatie over de geschiedenis van Oudreken. Het eerste poortgebouw dat in 1599 opgetrokken werd aan de oude marktplaats van het historisch stadscentrum Oudreken, diende als afbakening van het kasteeldomein Das Primo Linde. Begin vorige eeuw werd dit bouwwerk afgebroken en vervangen door het huidig gelijkaardig gebouw. Tegenwoordig doet het poortgebouw dienst als toeristische trekpleister, waarin naast een prachtig restaurant zich ook een rustig gelegen terras, een riante feestzaal en seminariezaal bevindt. Midden in de pittoreske omgeving van Oudreken kunt u hier genieten van een onvergetelijk moment.